Dutch. Speak Dutch. Praat mee. Doe mee. Praat mee. Pak je kans. Praat ook Nederlands. ذي الحلقة النهارة أنزعوذ سيمون بكر ذي الحلقة القاعدون نروح أكيد شغال مدرسة ماشا نهارة أكيد سنراح غاجم مشا نظني هذي راح أكيد جنوم الدكر النس هذي جمعان إسرمان من زيثو ذاث وذي سبوثي غوري وها أمن تسنم سيمون إبدا غير مذا ذياري وذيغا وميتو غاغاس ستو ستينيس قوسا Op zijn 66ste is hij net begonnen met leren lezen en schrijven. Het leven van Simon bestaat niet alleen uit studeren. Hij moet er af en toe ook even uit. Vandaag gaat hij met zijn beste vriend uit vissen. Frank, wat jidem duker en Simon waha, it hawan Simon uradit gorin tira. Frank is niet alleen een goede vriend, hij helpt Simon ook met leren lezen en schrijven. Frank en Simon, wat jing it ajibesen adhimani sermen waha, it ajibesen uradadren tomobinet. Frank en Simon vissen niet alleen graag, ze sleutelen ook aan auto's. Die الفقره mijn held nich البطلينو انزار او جتعاونن نيخ او جعاونن يوغش شتي حمادير مد ثهولاندشت يوغش زير هند او تعاوني ديش انتم غاث قانس بيتي يوغش ازدغ دي امستردام شنست سنين زقوامي Yogesh Shetty uit India woont sinds 6 jaar in Amsterdam. En mijn schnoorbda, want tussen aanraag en gezamen raggend wil driek. Kursimena, tarrent gejusksir en schennisjen, nich en schennisten, zginning het farrogen deel barnames en leef en leer. Urek nieuw, zimma met een tsksem, gschen hajet merd gsem. Simena ja. أدراح أن تدعون أن تجن تمغات زي تشيكية تمغاتها قانس إيفا إيفا تزدغ دي أمستردام عامين زكوامي Ook deze week schieten hartsvriendinnen Will en Riek iemand te hulp. En dit keer is dat de Tsjechische Eva, die pas 2 jaar in Nederland woont. Nessend Eva, بلي تهاز زو أتراحت كشان حاجت ثقافية دي أمستردام مشاوات زمان أتغاست هولندشت. Ik wil graag iets cultureels doen hier in Amsterdam, maar ik kan niet de taal zo goed lezen. Ja, zo, en ik weet niet waar kan ik gaan. Ik nu zeg gewoon ik de programma's en leef en leer, l'helka wisschemse. Wat doet het raam ga websiten leef en leer, thankit NL, adint af matassen ma'lumat de tamarin in het Hollandisch. Welkom bij Leef en Leer. Straks nemen Will en Riek de Tsjechische Eva mee naar het museum. Eva, die bordjes die er staan, kun je die lezen? Jawel, ik kan hun lezen, maar ik versta niet alles. Ik begrijp niet alles. Maar nu eerst de week van Simon. In Leef en Leer volgen we wekelijks Simon Bakker. Op zijn 66ste is hij net begonnen met leren lezen en schrijven. Het leven van Simon bestaat niet alleen uit studeren. Hij moet er af en toe ook even uit. Vandaag gaat hij met zijn beste vriend uit vissen. Frank, daar kan ik mee lezen en schrijven en letterlijk en figuurlijk. Wat leuk is met Frank is altijd, daar kan je dus ook een keertje over het lezen en schrijven, je gevoel goed kwijt. En dan heb ik wel eens gehaald bij hem, weet je wel, dat ik zei van, waarom kan ik niet schrijven? Weet je wel, een ander wel. Weet je, ik wil ook bij deze groep mensen horen. Of niet soms? Jawel. Ja? Maar ja, Frank was altijd positief. En die dacht het altijd anders. Je maait gewoon die vissen weg, jij. Frank is niet alleen een goede vriend. Hij helpt Simon ook met leren lezen en schrijven. Ik had met hem te doen. En het is ook mijn vak geweest. Ja, vandaar dat ik hem gewoon vrijwillig heb kunnen helpen en willen helpen. Ja. En dat heb ik gedaan. Hij is niet de eerste geweest, hoor. En ook niet de enige. Maar ja, het was mijn werk. Ik ben onderwijzer geweest, jaren. Maar andersom helpt Simon ook zijn beste vriend. Ondanks je handicap
ben je mijn leermeester geweest. Je hebt mij geleerd het vak automonteur. Frank en Simon vissen niet alleen graag, ze sleutelen ook aan auto's. Ach, hij ligt in die plantenbak. En dan krijgt Simon meteen les van Frank. Bij handicaps, problemen met de auto's, dan gaan we altijd weer die boekjes opzoeken. Ja, oh ja. Ja, die boekjes. Ja. Wat erin stond. Ja. Ja. En daar gingen we over lezen. Ja, ja. Ik ging ze voorlezen. Ja. En dan nam je het over. Ja, dan ging ik weer kijken of het wel klopt of niet klopt. Ja, juist. En zo hebben we het gedaan. Ook tijdens het vissen leert Frank Simon nog wat bij. Altijd als jij erbij staat, vang ik nooit wat. Echt, ik weet niet hoe het komt. Nou, antipathie heet dat. Hoe, antipathie? Antipathie. Ze weten, er staat iemand hier, moet je hem niet, dus we komen er niet. Het is leuk om gewoon andere mensen te helpen, vind jij niet, Frank? Ja, dat is feitelijk de bedoeling. Je leeft niet voor jezelf in deze samenleving, je leeft voor anderen. Ja. De bedoeling is om anderen te helpen. Ja? Oké, Frank. We gaan nu naar huis toe. We hebben genoeg gefilosofeerd. Even opnieuw hoor. Dit slaat nergens op. Hey Frank, we hebben genoeg gefilosofeerd. We gaan naar huis toe. Ja. Afgesproken? Absoluut. Goed zo. Mensen als Frank zijn hard nodig voor laaggeletterden. Iets voor u? Ga naar de site van Leef en Leer en meld u aan als vrijwilliger. De Nederlandse taal is knap lastig. We testen Amsterdammers op hun kennis van de grammatica. Met vandaag een typische Mokumse instinker. Een taaltest, meneer. Ja. Wat is het goede antwoord? Ik ken. Ik ken niet zo goed koken. Ja? Ja? K-E-N. Ik kan niet zo goed koken. Ik kan niet zo goed koken? Nee, ik kan. Ja. Ik kan niet goed koken en ik ken niet... Ja. Ik ken wel iemand die niet goed kan koken, ja. Zo klopt die ook wel, hè? Die bovenste, die is goed. Ja? En waarom? Kan. Ja. Ken, dat kan niet. Ja, ik ben niet zo goed in mijn taal. Nee, met taal is het niet. Taal. Wat? Taal. Taal? Een taalkundig dingetje. Oh, dat weet ik niet, toch? Nee? Nee, is veel te moeilijk. Ja? Hij kan niet goed koken, wow. Ik kan niet goed koken. Praten. Ja, nou, wat zie ik nee. Ik kan niet heel goed koken. Maar wat is het goede antwoord? Hij kan niet goed koken of hij kan niet goed koken? Zeg jij het maar. Ja, jij zegt dat. Het. Kan. Kan is goed, hè? Ja. Nou, eens even kijken hoor. Jeetje, wat is die moeilijk. Ik kan niet zo goed koken of ik kan niet zo goed koken. Nou, volgens mij is het 1 en 2 is op zijn Amsterdams. Ja. Toch? Wilt u ook oefenen met grammatica? Om beter te leren spellen gaat u naar www.leefenleer.nl en klikt u hier. Yogesh Shetty uit India woont sinds 6 jaar in Amsterdam. Het eerste jaar ik was zoals een toerist. Zeg, ik praat meestal in Engels of in het eerste jaar. Ja, de moeilijkste ding in Nederlands taal is... De moeilijkste is die grammatica, denk ik. Dan die het woord, de woord. Als iets met de eind of te eind. Ja, ja. Misschien ook Nederlanders vinden dat moeilijk. Het Nederlands dat Yogesh nu spreekt, had hij nooit geleerd zonder hulp van zijn held. Een vrouw die hij een tijd lang iedere dag heeft gezien. En nu hij weer naar haar toe gaat, is hij toch een beetje nerveus. Ja, ik voel een beetje anders, omdat ik heb nooit haar, verteld dat zij mijn held is. Dus ja, we gaan kijken hoe ze reageert. En dit is mijn held, Tante Betty. Ja, ik was heel verbaasd toen je zei dat ik zo'n held ben. Maar toen ik hem de eerste keer zag, heb ik hem genomen als mijn zoon. Ik heb gelukt, ik heb twee moeders. Ja, dat gebeurt vaak niet, toch? Oké.
Betty maakt voor haar taallessen die ze aan Yogesh geeft gebruik van een handig programma, Lingo. Oké, we gaan weer verder met Joska. Groei, G-R-O-E-I. Groen. Nee, groen. Ja, groen kan. Geluk. Nee, geluk niet. Ja, het is ook een leuk programma, denk ik. Ja. Ja. Om Nederlands te leren. Ja. Woord. Nederlands woord te leren, ja, dat loopt. Meestal is het altijd als we altijd van het werk kwamen en dan was Lenko. Dan deden we altijd samen. Op nummertje 1. Zaadballen. Dat was moeilijk. Zouden jullie samen niet een goed lingo-stil zijn? Op de... Nee. We zijn dan echt, moet je echt heel... Nee. Ondanks dat een deelname aan lingo er voorlopig niet in zit met Yogesh, is ze wel heel tevreden over zijn Nederlands. Ik vind dat je in Nederland bent, dan moet je ook de taal kennen. Dus hij beheert de taal heel goed nu. Dus ik ben heel trots op. Wilt u net als Betty en Yogesh ook oefenen? Ga naar www.leefenleer.nl en klik op Samen oefenen. Kijk, daar zijn ze weer hoor. Ook deze week schieten hartsvriendinnen Wil en Riek iemand te hulp. En dit keer is dat de Tsjechische Eva, die pas 2 jaar in Nederland woont. Je hebt een vraag voor ons, hè? Ja, ik wil graag iets cultureels doen hier in Amsterdam, maar ik kan niet de taal zo goed lezen. Ja, zo, en ik weet niet waar kan ik gaan. Nou, we staan hier bij het Amsterdams Museum. Lijkt het je wat om een rondleiding door het Amsterdams Museum te lopen? Oké. Okay. Ja. De dames nemen Eva mee naar het Amsterdam Museum. Hier kun je van alles te weten komen over de geschiedenis van Amsterdam. Lies zal een rondleiden. Zullen we gaan? Ja. Het gedeelte waar we nu komen, dat gaat over de 19e en de 20e eeuw. Kun jij vinden uit welk land deze man ooit naar Nederland gekomen is? Ja, ik... Jullie weten het wel, hè? Ja, Italië. Ja, Italiaans. Ja, maar het staat hier niet. Nee, maar je hebt het wel vermoed, hè? Jij bent wel een bijzondere rondleidster, hè? Ja, ik heb een hele leuke specialiteit. Ja. Ik leid vaak mensen rond die Nederlands gaan leren op latere leeftijd. Ja. Mensen die net als Eva in Amsterdam zijn komen wonen, een andere taal spreken en dan Nederlands leren. Want in boeken ben ik rijk en gelukkig dan rijk. Geef mij maar Amsterdam. Eva, die bordjes die er staan, kun je die lezen? Jawel, ik kan hun lezen, maar ik versta niet alles. Ik begrijp niet alles. Maar toen niemand hem verstond, deed hij mal. Want hij zong op de Place Picot. Stel dat jij een keertje terugkomt met vrienden. Hè, en je vindt dit leuk om te laten zien, maar dat Nederlands is voor jouw vrienden niet handig. Je kan bij de kassa een audiotour vragen. In de taal die je wilt. En ben er niet altijd, of mijn collega's, maar dan kan je toch bij individueel bezoek, kan je op die manier je eigen informatie vinden. Handig. Ja. Heeft u zelf misschien een prangende vraag voor Wil en Riek? Bel dan naar 020-555-1515. Meer informatie over de aflevering kunt u vinden op www.leefenleer.nl. Tot volgende week.